Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Mastercard. UEFA Champions League sponsors. Bovenop de lat. Ja, ja. Daar was hij al. Choupo-Moting. Stel je voor dat Paris Saint-Germain... vorig jaar in de finale, ik zei het al, door Kingsley Coman. Nu wordt uitgeteld door Choupo-Moting. Dit is een goede bal van Di Maria. Neymar. En Mbappé. En de flatertje van Neuer. Oei, 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 daar is het al 0-1. De twee doen het hier. De twee koningskinderen... Zij gekomen om München te veroveren. Na minder dan 3 minuten staat het 0-1. Een mooie aanval, maar deze man Neuer ziet er toch niet geweldig uit op die trap die rechter van af komt. We gaan eens kijken in de herhaling. Hij had er vooral gekruist verwacht, denk ik. Dus dook al een beetje naar die verste hoek. Vrijtrap Bayern met Kimmich. Goretzka. Oh, de save weer van Navas op de lijn. Navas blijft voorlopig een burcht. Coman. Hernandez met Coman. Goeie opening voor Sané. Kijk eens hoeveel mensen in de box. Pavard nu weer, Navas. Oh, Bayern is ronduit indrukwekkend. Dat kan niet blijven duren. De ene doelpoging na de andere. Korte corner, Di Maria, Kylian Mbappé. Hey, maar goed binnendoor, Di Maria ineens. Het hoofd daar van Choupo-Moting. Ook die rol neemt hij over van Lewandowski. En is het geen buitenspel? En is het de kans voor Marquinhos? En is het 0-2? Er is niet gevlacht. Marquinhos duikt op in de rug van de Bayern defensie. Ze kijken hoopvol nog naar de zijkant en nu naar de VAR. Marquinhos voor 0-2 PSG na 28 minuten. Midden de storm van Bayern is daar ineens de tweede goal. Iets dieper ingelopen, dus ik denk geen buitenspel. Pavard mag nog eens gooien. Choupo-Moting! Ja, ja, Choupo-Moting. Een kopbalgoal en Bayern München kruipt iets dichterbij. En het heeft dan toch een keer afgestraft. Ja. Al die wat jij in elkaar een keer hebt aangegeven. Tijd en ruimte voor Pavard. Die kan toch een voorzet trappen. Tuurlijk. Het is onbegrijpelijk dat er niemand is om het af te blokken. Kimmich. Niemand die kan koppen, dus Boateng erachteraan. Nieuwe bal in de box. Aanname. En Pavard. En weer Navas. Wat stonden ze daar met 2-3 mensen vrij in de tweede zone. Pavard krijgt hem niet voorbij Navas. Daar is Müller. Voor 2-2. En dat is oververdiend natuurlijk. Ja, je kunt niet zeggen dat ze daar ook nog geen verwittigingen van gehad hebben. Op vrije trappen en op corners, telkens gevaarlijk. Davies zegt, spelen maar om de linkerkant. Nou, waarom doet Alaba dat niet? Misschien heeft hij een betere optie. In elk geval niet één die hij helemaal kon goed uitvoeren. En nog eens een tegenaanval van PSG. Gevaarlijk, gevaarlijk. Mbappé kan hem plaatsen en hij doet dat. 2-3, Kylian Mbappé verrast Neuer opnieuw met een bal in de korte hoek. Keer op keer zijn ze in gevaar als ze komen. PSG
Dan heeft Bayern een probleem. Bij deze stand moet Bayern wel minstens twee keer scoren in het Prinsenpark. 0-1 volstaat niet, daarom is een gelijkmaker toch belangrijk. Zo in die laatste vijf minuten. Sané vindt Choupo-Moting. Alaba en ho, dat scheelt maar weinig. Aangeraakt of niet? Geen corner. Deze highlights werden u aangeboden door Heineken en Mastercard, UEFA Champions League sponsors.